Jongen, ja, allemaal van de stress. Onvoorstelbaar. Dit is de 80-jarige Ruby R. Kamerbeek, een begrip in de Rotterdamse jazzscene. Thuis heeft hij 60 jaar aan Rotterdamse jazzmemorabilia aan de muren hangen. Bill Evans, plaatjes van Fat John Cox. Dit is op Katendrecht nog, met William's Paradise. Het huis wordt gerenoveerd door de woningcorporatie. Daarom moet Ruby en zijn collectie naar een tijdelijk onderkomen. Linda en Joop van Verhaalhuis Belvedere helpen hem mee een deel van de collectie van de muren te halen voor een expositie over het levenswerk van Ruby. En je voelt gewoon bij deze mensen, ze zijn natuurlijk, hè, Ruby is van 1937. Nu moeten ze hun huis uit en wij kwamen hier en je denkt alleen maar, dit is een museum. Dus dit vertelt ook het verhaal van deze stad. Wat maakt dit huis nou uniek? Maar juist die kleine menselijke verhalen, die zitten heel vaak in huizen. Dus ik denk ook dat de toekomst van musea ook veel meer moet zijn de stad in te gaan. Dus de stad is je museum. Dus ik denk net zoals dit huis, dit is gewoon een huismuseum. En zo zijn er nog veel meer in deze stad. Hier zo Dexter Gordon in de Lantaarn, Gouvernestraat, nog geëxploiteerd. Joe Henderson, daar heb ik mee in het Hilton aan tafel gezeten. Met mijn vriend Amo de Bies. Wat is de waarde nou van al deze antiquaria? De waarde daarvan wil zeggen dat vele mensen dus heb kunnen inspireren met hetgene wat jazzmuziek uiteindelijk heet.